Nou, daar ben ik weer. En ik heb post gehad. Ik heb eindelijk mijn Artery Lady Q binnen. Dus ik dacht, voor ik hem in gebruik neem, ga ik hem gewoon samen met jullie uitpakken, in elkaar zetten. En er voor het eerst op dampen. Ik combineer het gelijk met een vloeistofreview. Ik review gelijk de Flavortech American Star Honey Hornet erbij. Ik dacht, als ik dan toch een vloeistof erin moet doen, kan ik net zo goed een nieuwe pakken. Dus ik neem jullie dichterbij om te zien wat er allemaal in zit, hoe het er allemaal uitziet en wat het allemaal is. Kom maar dichterbij. Nou, welkom terug beneden. Dit is dan de Artery. We gaan hem uit zijn doosje halen. Er staat ook heel mooi Artery op. Eens even kijken of hij eruit wil. Dit had wel zo'n lintje mogen hebben, dat je het er makkelijk uit kan halen. Het is een damesdoosje. Maar oké. Dit leggen we even opzij. Nou, zoals gewoonlijk. Echtheidscertificaat. Gebruiksaanwijzing. Wat andere informatie. Kijk eens hoe mooi het eruit ziet. Het ziet er ook elk echt uit als een lippenstift. Nou ja, je krijgt gewoon standaard USB-kabel erbij. Zoals altijd. Gewoon standaard kabeltje. Om hem mee op te laden. Accessoires. Even kijken wat we krijgen. Waarschijnlijk o-ringen en zo. Oh, ook nog een reserve coil. O-ringen en... Ik denk dat dit het glaasje is. Dat is wel heel klein. Even kijken. Ja. O-ringen. O-ringen zitten hier nog in. O-ringen. Reservecoil. En een glaasje, denk ik. Dat zit er ook maar opzij. Dan gaan we naar het belangrijkste. Nou ja, het is wel gewoon een heel mooi doosje. De Lady Q. Nog mooi in folie. Nou, kijk eens. Hoe mooi. Ik vind hem echt heel mooi. Oh, nou ja. Je haalt hem er dus zo uit. Het zit met een magneetje vast. En hij klikt er ook zo. Hoepsatee. In. Dus, ja, hij is gewoon heel mooi. Hier heb je de oplaadpunt. Dat je hem met de USB-stick kan opladen. Dus inderdaad wel een heel klein tankje. Eens even kijken hoe dit allemaal in de knop. Oh, de Eeny Mini drip tip kan eraf. Dan kan je hem hier vullen. Twee van die niervormige openingen. Twee is altijd wel handig. Want als je er maar één hebt, dan wil het nog wel eens ernaast gaan. Even kijken. Ja. Oh ja, zo kan je die eraf halen, de schoorsteen. En zo kan je het glaasje vervangen. En eventueel ook de coil vervangen. Oh, die zit er nog een best wel stuk in. Nou ja, dat is, spreekt allemaal wel voor zich. Dat is gewoon een beetje pielen en doen. En het is allemaal heel klein. Dus, maar het werkt wel heel makkelijk. Vind ik. Even kijken. Hij heeft verschillende airflow opties. 4 als het klopt. Hij staat nu op de grootste. Als je dat kunnen zien. En dan kan je hem zo draaien. En dan staat hij nu op een wat kleinere. En dan een nog iets kleinere. En dan op eeny mini. Maar verlang. Ja, hij heeft ook heel mooi hier Lady Q. Hier Artery. Hij is wel heel erg gevoelig voor vingerafdrukken. Maar ja. Het maakt ook echt niet uit hoe je hem erin zet. En hier aan de onderkant hebben we de aan- en uitknop en de vuurknop. Zoals bij de meeste gewoon 5 keer klikken is aan. En dan kan je vuren. Zoals je ziet
brandt hij groen. Volgens mij is groen dat hij nog vol is. En wordt hij rood of blauw naarmate die leger wordt. Maar dat hoor je wel een andere keer als ik hem wat langer in gebruik heb. Ja, ik vind hem wel heel erg mooi. Nou, je kan hem ook zo mooi opbergen. Dan kan hij in je handtas. Dan blijft de driptip blijft ook mooi stofvrij. Want daar heb ik nog wel eens last van dat de troep in mijn driptip zit. Ja, nee, ik vind hem wel heel erg mooi. Ik vind hem echt super cute. Ik ga er even wat vloeistof in doen en de kooi opruimen. En dan zien jullie me zo weer terug met hoe die gaat dampen. Tot zo. Nou, daar ben ik weer. Ik heb hem gevuld. En we gaan eens kijken hoe die dampt. Ik heb hem ook eventjes weer terug in het hoesje gedaan. Gewoon om te kijken of hij misschien niet lekt of zo. Maar tot nu toe niet. Wat ik wel met het vullen heb gemerkt, is, ja, dit is een touchscreen button. Dus ja, ik hield hem zo beet. Hij kwam tegen de palm van mijn hand aan en hij vuurde. Dus als je hem gaat bijvullen, zou ik hem wel uitzetten. Ik heb hem nu op de grootste airflow staan. Voor zo'n klein dingetje komt er nog best wel een wolk uit. En de Honey Hornet is 50-50, zover ik weet. Ik vind hem echt heerlijk dampen. Komt echt goede smaak vanaf. Hij is wel een beetje gevoelig in de keel. Bijvoorbeeld de wat kleinere airflow. Ondanks die kleine gaatjes valt best mee met hoe hard je moet hijsen. Oh ja. Ik heb hem nu op het ene kleinste gaatje staan. En dan merk je wel dat je inderdaad wat harder moet hijsen. Nou, ik zie er ook belletjes uitkomen. Dus hij wikt goed. Ja, ik vind hem gewoon lekker dampen. Het is een klein handtasapparaatje. Dus dat vind ik wel heel fijn. De vloeistof die erin zit is de Honey Hornet van de American Starlines van Flavortech. Nou, hij heeft ook honingkleur. Hij is echt mooi. Hij smaakt ook heerlijk. Een beetje honing. Ik proef iets van granen en melk. En volgens mij is het een ontbijtdampje. Dus even kijken wat er op de website staat. Een zoete e-liquid met de smaak van melk, honing, geroosterde noten en Amerikaanse ontbijtgranen. Nou, dan zat ik er toch niet ver vandaan. Ja, je merkt wel verschil dat dit geen premium vloeistof is. Er zit wel smaak aan. Maar net ietsje minder dan echte premium vloeistoffen. Maar voor een avondje uit of in zo'n mouth-to-lung-apparaatje vind ik er genoeg smaak aan zitten. Het is wel gewoon dat ik nu wel, omdat ik laatst veel premium vloeistoffen damp, wel nu wel echt het verschil proef. Maar hij is heerlijk lekker zoet, maar niet te zoet. Net zoals een beetje als honing. Je proeft ook echt de honing. Ja. Ja, het een beetje honing, wat nootjes. Ja. Hazelnoot volgens mij. Hij is lekker, ook een beetje romig. Ja, ik vind het wel een lekker dampje. Ik vind de Artery ook wel, de Lady Q ook wel heel fijn. Ik vind het gewoon fijn dat hij gewoon makkelijk in je kleinste handtas ook past. Dat hij, ja, wat vind ik er niet fijn aan, dan eerder. Ik denk dat de tank een beetje heel erg klein is. Dat is 1,2, 1,5 milliliter. Dus even kijken wat Fastex zegt, want daar had ik hem vandaan. 1,5 milliliter tank heeft hij. Dus ja, maar ja, ik ben zelf niet zo'n hele grote stoombootdamper. Dus ja, waarschijnlijk heb ik er genoeg aan op een avondje uit. Als ik een dagje weg zou gaan, dan zou ik zeggen: Emiel, mag ik bijvullen? Want die heeft toch al het vloeistof bij zich. Want die dampt helemaal, die dampt wel als een stoomboot. Het is af en toe in een stoomboot. Dus ja, als je niet zo'n hele zware damper bent, voor een avondje uit is het echt een perfect apparaatje. Ik vind hem echt zo super schattig en ik heb er geen spijt van dat ik hem gekocht heb. Ja. Ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik ga hem de komende tijd proberen. Dus dan hoor je waarschijnlijk volgende maand ergens een keertje. Waarschijnlijk in de vlog van december.
wat mijn ervaringen erover zijn. En tot die tijd, jullie weten het, stop met roken en ga dampen. Bye!